Zo, goedemorgen allemaal. Welkom. Ik begin mijn presentaties eigenlijk altijd met een verhaal. Of eigenlijk met een vraag. En die vraag is, is het een cheetah? Als je ergens in de natuur een dier tegenkomt en je loopt 110 km per uur, dan kan het maar één dier zijn, de cheetah. Want er is maar één dier dat daadwerkelijk 110 km per uur kan lopen. Maar ja, die vraag die dan een beetje naar boven komt is, wat nou als we die cheetah tegenkomen in Arctis, in een hokje van 3x4? Ik zie hem geen 110 km per uur lopen, dus is het dan nog een cheetah? Maar dat doen we natuurlijk niet meer, hè? Want een cheetah is een jachtdier, die moet kunnen bewegen, die moet ruimte hebben. Dus we leggen onze cheetah neer in een safaripark. En daar ligt onze cheetah onder een boom stil te liggen. Want een van de eigenschappen van cheetahs is dat ze 3 tot 4 uur bewegingloos stil kunnen liggen, maar toch echt wel wakker zijn. Maar hij heeft geen reden om te bewegen, dat is het. Dus de volgende dag komt de vrachtwagen bij, brum, 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 en dan gaat zo hoppakee, hop vlees over de rand heen. Onze cheetah wordt wakker en denkt, oh, eten. Dus hij schokt ertoe, pakt het vlees op, schokt weer terug en gaat onder zijn boom het vlees op zitten eten. Zo, het is een zoete inval vandaag. Gaat onder zijn boom dat vlees op zitten eten. Maar ik heb hem niet harder zien gaan dan 3 km per uur. Is het dan nog een cheetah? Maar een cheetah is een jachtdier, die moet kunnen jagen. Dus een homp vlees is niet oké. Okay. De volgende dag komt die vrachtwagen voorbij, brum, 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 maar dan gaat er geen homp vlees, maar een konijntje over de rand heen. Nou wordt onze cheetah wakker. Die denkt, ah, hier ben ik voor gemaakt. Ik ben een jachtdier, dat is een prooidier, die is voor mij. Ze maakt zich klaar, warmt zich op en 110 km per uur. Maar ik heb het 110 km per uur konijntje bij wat 6 km per uur gaat. Dus hij probeert het te pakken, hij mist, hij struikelt, klapt tegen de boom. Oh. Nou, shock maar weer terug, met 9 km per uur pakt het konijntje op en gaat onder zijn boom het konijntje op zitten eten. En zo gaat dat 2 jaar lang. 2 jaar lang, elke dag, komt die vrachtwagen weer, komt dat konijntje. En uiteindelijk weet onze cheetah te perfectioneren tot hij met 6,01 km per uur, de absolute minimale hoeveelheid moeite die hoeft te doen om het konijntje te vangen, het konijntje kan gaan vangen. Ja, is het nou nog een cheetah? Hij loopt met 6,01 km per uur. Het is een luie cheetah, het is gewoon een gedemotiveerde cheetah. We moeten gewoon een stimulerend onderwijs leergesprek met hem gaan hebben. Dan gaat hij vast harder rennen. Ja, een beetje de vraag natuurlijk. Maar na 2 jaar komt die mooie dag. Die mooie dag dat daar in de verte de gazelle voorbij komt. De gazelle, de evolutionaire reden dat een cheetah 110 km per uur kan lopen. Want een gazelle loopt 105 km per uur. Maar als je dat als cheetah niet haalde, had je ook niet zoveel te eten. Dus onze cheetah ziet daar de gazelle en hij wordt weer wakker. Hij denkt, die is voor mij. Ze maakt zich klaar. Hij warmt zich op. Wil gaan rennen, maar ja, verzwikt een poot, verrekt een spier. Want hij heeft 2 jaar lang niet harder gelopen dan 6 km per uur. Dus ik weet niet of jij dacht dat hij 110 km per uur ging lopen, maar Dus kermend gaat hij terug naar zijn boom, pakt onderweg het konijntje op, want ja, je moet toch iets eten. En daar blijft hij dan liggen. En zo gaat het voortaan elke keer. Als hij daar in de verte een gazelle ziet, dan denkt hij, hier ben ik misschien eigenlijk voor gemaakt. Maar het gaat me toch niet lukken. Laat me zitten. En dan gaat hij zijn konijntje weer halen en dan gaat hij onder zijn boom liggen. Is het nou nog een cheetah? Of een andere vraag, zou er een metafoor in dit verhaal kunnen zitten? Lastige vragen. Hé, er komt een of andere gast voor je staan. Die begint heel verhaal over een cheetah en zo. Wie ben ik eigenlijk? Mijn naam is Tel Koendrink. Ik ben de oprichter en hoofdtrainer van een aantal verschillende bedrijven, waarin wij op alle mogelijke manieren proberen om cognitief getalenteerde leerlingen, daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen, te zorgen dat die beter tot hun recht komen en beter in hun vel komen zitten. En dat is ooit begonnen omdat ik zelf vastgelopen ben. Ik heb 3 middelbare scholen versleten, daar heb ik 8 jaar over gedaan. En ik ben ooit getest en ik zou volgens het rapport hyperhoogbegaafd zijn, vooral op het gebied van analytisch denken, dat zou mijn sterkste kant moeten zijn. Dus beta vakken, dat zou echt het helemaal gaan worden. Ik ben uiteindelijk geslaagd met een 2,7 voor wiskunde. En dat was na 0,6 punt ophoging. Ook een prestatie, maar niet helemaal wat mensen van me verwachten. En het is voor mij een reden geweest om echt de hele wereld rond te reizen. Hoe werken je hersenen? Hoe werkt je geheugen? Hoe kan dat? Hoe kan iemand aantoonbaar zoveel talent hebben en dat er zo'n waardeloos resultaat uitkomt? En dat herken je misschien wel. Dat je een leerling in je klas hebt zitten en je denkt, daar zit zoveel talent in. Maar wat gebeurt er nou waardoor het er niet uitkomt? En nou ja, ik ben echt training gaan volgen. Misschien ken je wat namen. Edward de Bono met zijn 6 denkhoeden en zijn laterale denktechnieken. Tony Bazan met zijn mindmapping geheugentechnieken. Ik heb in de 6 maanden in de VS gewoond en samengewerkt met de onderzoeker die bezig was met de vraag, kan menselijke intelligentie verhoogd worden? Het antwoord was al vrij snel ja. Dat is eigenlijk niet eens zo heel erg moeilijk. Maar de volgende vraag was, wat heb je eraan? Want een hoger IQ leidt niet tot meer geluk,
Lijkt niet tot mijn hoger verdienpotentieel. Lijkt niet eens, boven een bepaald punt, niet eens tot hogere academische prestaties. Boven een bepaald punt, hoe hoger je IQ, hoe lager de kans dat daadwerkelijk je een universitaire studie af gaat maken. Een van de weinige dingen die structureel omhoog gaat met je IQ, is de kans dat je later in je leven gaat drinken. Vraag eens wat je daaraan hebt. Sommige mensen denken, nou snap ik het. Maar ja, wat heb je daaraan? Nou, vandaaruit ben ik bij de Leonardo Stichting terechtgekomen. Leonardo Stichting, kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Die stichting die toen de tijd in ieder geval bezig was met het opzetten van aparte afdelingen voor hoogbegaafd. Ik heb daar in het bestuur gezeten, ik heb de eerste 20 scholen begeleid. En zo ben ik eigenlijk in de onderwijswereld gerold. Dat is uitgegroeid tot Novelo. Binnen Novelo begeleiden we basisscholen om, ja, om te gaan met getalenteerde leerlingen, hoe je dat binnen je klas, buiten je klas, aparte scholen voor hoogbegaafden, plusklassen, hoe je dat kunt doen. Ook op bovenschools en op samenwerksverbandniveau. Vervolgens zijn we veel op niveau gaan kijken. In het voortgezet onderwijs eigenlijk diezelfde vraag. Hoe kun je nou met getalenteerde leerlingen omgaan? Maar wel met de realiteit van een heleboel vakken, een heleboel leerlingen die voorbij komen. Hoe je dat gaat doen. Toen kwamen we erachter dat er helaas een groep leerlingen die door het Centrum voor Creatief Leren opgevangen werden als drop-outs, dus die echt thuis zitten, aantoonbaar hoge intelligentie, hoog talent, maar die gewoon nergens meer in het schoolsysteem een plek hebben, die werden altijd opgevangen door het Centrum voor Creatief Leren, alleen die konden om allerlei financiële redenen, met al die veranderingen van passend onderwijs en dat soort dingen, niet meer voorbestaan. Dus daar zijn we een soort van wedergeboorte van begonnen met Phoenix, waar we nu die leerlingen opvangen en aan het kijken zijn hoe kunnen we ook binnen passend onderwijs dat zoveel mogelijk een plek geven. En de laatste stap is, en dat zul je ook zien in het principes van vandaag, dat eigenlijk in alles wat ik geleerd heb waarom hoogbegaafde of getalenteerde leerlingen misschien niet helemaal goed functioneren, dat al die interventies voor alle kinderen gelden. Dat bij ieder kind die zijn eigen talent wil ontwikkelen, dat diezelfde principes gelden. Dus daarom zijn we in onze Schools of Understanding samen met een aantal partners, met heel veel bestuurservaring, zijn we eigen scholen gaan opzetten. Niet gericht specifiek op hoogbegaafdheid, maar om voor alle kinderen te kijken, hoe kun je daar zoveel mogelijk talentontwikkeling doen. Nou, als je het dan over hoogbegaafdheid hebt, dan kom je meteen in een moeras terecht. Want de eerste moeras wat je tegenkomt is, wat is dat dan? Nou, ik kan je 14 verschillende modellen laten zien die allemaal daar een verschillend perspectief op hebben. Dit is de eenvoudigste. En met de eenvoudigste gaat het eigenlijk al mis. Dit is het model van Renzulli. En iedereen die iets met hoogbegaafdheid heeft gedaan, of je hebt de versie van Munks gezien, herkent deze. Ik heb de expres de Engels genomen, want die is wat genuanceerder dan de Nederlandse. Want in het Engels staat er linksboven bovengemiddeld vermogen. Maar in Nederland staat er intelligentie of intellectuele capaciteiten. Nou, Renzulli die had diplomaat moeten worden. Want hij omschrijft alles heel voorzichtig. Hij zegt een bovengemiddeld vermogen, maar ik zeg niet in wat. En vervolgens als tweede creativiteit. Nou, zijn we het in het Nederlands mee eens. Precies dezelfde definitie, creativiteit. Maar als derde task commitment. In het Nederlands staat hier motivatie. En ik vind motivatie altijd een beetje een riskant woord. Want motivatie krijg ik een soort beeld van op maandagochtend stuiterend je bed uitkomen. Nou, ik weet niet hoe het met jullie slimme leerlingen gaat, maar dat is niet een algemeen thema wat ik zie. Maar task commitment, taaktoewijding. Op het moment dat je ze een taak geeft die ze interessant vinden, op een gebied waar ze geïnteresseerd zijn, op hun niveau, dat ze zich vastbijten en niet meer loslaten. En dat is misschien niet Duitse naamvallen of spellingswerkjes, maar misschien een ander onderwerp. Maar die task commitment zie je wel terugkomen. Maar wat je dan ziet gebeuren, is dat Renzulli zegt, daar komt begaafd gedrag uit. Munks heeft het over, er komt een hoogbegaafde uit. Je bent hoogbegaafd, of je bent niet hoogbegaafd. Nou, Renzulli die dekt zich helemaal in, want de zin die erbij zegt is, in bepaalde leerlingen, op bepaalde gebieden, op bepaalde momenten, onder bepaalde vormen van begeleiding, kun je hoogbegaafd gedrag zien. Nou, dan heb je je toch wel volkomen ingedekt. Maar ja, zelfs als je dus die drie factoren bij elkaar neemt, komt er al een probleem. Want Fokker en Sukker die kunnen het wel uitleggen. Fokker en Sukker kregen het rapport van hun zoon. Alle vakken onvoldoende. Slechte houding in de klas, onhandelbaar. Hij zal toch niet hoogbegaafd zijn. Maar ja, als je de leerling van Fokker en Sukker neemt, die neemt dit model. Ik zie geen bovengemiddeld vermogen. Ik zie geen task commitment. Dus nee, hij is niet hoogbegaafd. Maar het risico dat je dan hebt. Kijk, je hebt twee typen diagnostiek. En de meest gebruikte diagnostiek is helaas nog de klassificerende diagnostiek. Als ik weet wat jij bent, dan weet ik wat ik met je moet doen. Dus als ik weet dat jij een ADHD'er bent, dan moet ik ABC doen. Als ik weet dat jij een dyslect bent, moet ik dit en dit en dit doen. En als ik weet dat jij een hoogbegaafd bent, moet ik dat, dat en dat doen. Maar als je niet hoogbegaafd bent, hoef ik dat niet te doen. Want je bent het niet. Maar ja, dat zou compleet het plan misstaan. Want het kind waar Fok en Suk het over hebben, heeft hulp nodig. Die is getalenteerd en er gaat iets niet goed. Hoe kunnen we hem helpen? En dan kom je bij handelingsgerichte diagnostiek.
We gaan naar een kind kijken met de vraag, wat kan ik doen om hem te ondersteunen? Ook gelukkig de filosofie in ieder geval achter passend onderwijs. Daar kun je genoeg commentaren op de uitvoering. Maar de filosofie is wel positief. We willen weg bij klassificaties en indicatiestelsels en we willen naar ondersteuningsvragen toe. Maar wat gaat er dan concreet mis bij die leerlingen? Nou, dat probleem kan op 4 niveaus zitten. En dat heb ik heel erg gemerkt toen ik die aparte scholen voor hoogbegaafden, die Leonardo-afdelingen en andere afdelingen aan het opzetten was. Want wat je daarin ziet als je zo'n afdeling opzet, dan komen er een soort van 4 type leerlingen binnen. Eerste type leerling heeft een gebrek aan inhoud ervaren. Die heeft zich verveeld op de oude school. En het Leonardo-concept was bij uitstek een inhoudelijk concept. Want die leerlingen die op zo'n Leonardo-afdeling kwamen, die kregen dan Spaans, filosofie, science, ICT, Chinees, Russisch. En de kinderen die zich op de vorige school hadden verveeld, op inhoudelijk niveau, die waren helemaal gelukkig. Want die kregen nu allemaal extra vakken. Helemaal blij, veel meer inhoud erin. Het waren vaak de leerlingen die waar het op de vorige school ook best wel goed mee ging. Maar een deel van die leerlingen die kreeg dan Spaans. Ja, die wist niet wat ze moesten doen. De leerling krijgt een woordenlijst Spaans en die begint te huilen. En de leerkracht komt bij hem en zegt van, goh, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik snap deze woordjes niet. Hij wist gewoon niet wat hij aan moest met de woordenlijst. Hij had gewoon nog nooit een woordenlijst, had hij nog nooit iets mee gedaan. Ik snap deze woordenlijst niet. Nou, als je dan lessen leren gaat geven, hoe gebruik je je geheugen? Woordenlijsten moet je gewoon uit je kop stampen en er zijn allerlei technieken voor. En zo kun je mindmaps maken en zo kun je allerlei technieken hebben. Dan kon je over 9 maanden kon je die leerlingen leervaardigheden geven en daarna kon je ze de inhoud bieden en dan kwam het goed. Dus dan ging die leerling van het tweede niveau naar het eerste niveau en dan kon ze op al die niveaus functioneren. Maar een deel van de leerlingen was dat niet voldoende. Want die kreeg Spaans, kon er niet mee omgaan, kreeg vervolgens een les leren. Op deze manier kun je je geheugen leren gebruiken. Waarom die leerling zegt, nee, maar ik ben getest. Mijn geheugen is aantoonbaar niet goed genoeg voor het VMBO. Mijn moeder heeft ook niet zo goed geheugen, dus het zal wel genetisch zijn. Dus ja, dit kan ik niet. Dus ze konden hun geheugen niet gebruiken, dus ze konden geen Spaans. Het zat in hun levenshouding. Hun overtuiging over dat wat ze konden, zat hun in de weg. Ik kan het niet, maar ik ga het ook niet kunnen. En die begeleiding is veel ingewikkelder. Want dan moet je gaan kijken, hoe kun je die aanpassen? En je zag bijvoorbeeld aangeleerd hulpeloosheid. Ik heb het geprobeerd in het verleden en het lukte toen niet. Dus het zal nu ook wel niet lukken. Dus ik ga het niet meer proberen. Zoeken naar doorzettingsvermogen. Weet je hoeveel doorzettingsvermogen denk je dat die cheetah heeft na 2 jaar lang konijntjes vangen? Ik vroeg aan een leerling, wat ze leren volgens jou? Hij zei, nou dan kijk ik naar het boek, dan vul ik het in, dan krijg ik een 10. Dat is leren. En dat is ook 6 jaar lang voor hem zo geweest. Misschien wel 10 jaar zo. Maar wat nou als je 10 jaar langer naar kijkt, je vult in, je krijgt een 10. En daarna kijk je ernaar, je vult in en je krijgt een 2. En dan? En zeker als je dan 15 bent, dan is niet het eerste wat je denkt, oh, nou, nu zal ik mijn hele leerstrategie aanpassen. Ga ik het op een compleet andere manier aanpassen, pakken? Nee, dan ben je even de weg kwijt. En als je dan geen begeleiding krijgt in je omgeving, dan escaleert dat heel snel negatief. En we hadden nog een groep dol bijzondere leerlingen. Leerlingen die en hoogbegaafd zijn en autistisch hoogbegaafd en ADHD hoogbegaafd en dyslectisch hoogbegaafd en nou ja, noem het maar op. Dus een dubbeldiagnose, een combinatie van 2 dingen. En dit is een heel ingewikkelde categorie. Want een aantal mensen zeggen, het is altijd misdiagnose. Als iemand van een hoogbegaafde zegt dat hij autistisch is, dan is dat gemisdiagnosticeerd en is een hoogbegaafde die niet goed begeleid is. En daardoor is hij autistisch gedrag gaan vertonen. En dat is een deel van de tijd waar. Er zijn hoogbegaafden aangemerkt als ADHD'ers die het niet waren. Aangemerkt als autisten die het niet waren. Als dyslecten, terwijl ze voor alleen maar een andere leerstrategie hadden. Alleen het probleem is dat het niet altijd zo is. Want er zijn mensen die zeggen, het lost zichzelf altijd op. Maar dat is helemaal niet zo. Sommige leerlingen zijn daadwerkelijk autistisch in combinatie met hoogbegaafd. Of zitten op het autistische spectrum, zeg maar. In combinatie met hoogbegaafdheid. En die hebben daar ook begeleiding bij nodig. Gewoon een omgeving die daar in ieder geval begrip voor heeft. En daar ruimte voor kan creëren. Dus als je naar de inhoud kijkt, dan zie je dat sommige leerlingen hebben gewoon de hele week nodig om een kerndoel te halen. Maar sommige leerlingen zijn misschien op dinsdag al klaar. Mijn Jena-planervaring was dat ik op dinsdagochtend om 9:30 klaar was met mijn weektaak. Maar ja, dat was de weektaak, verder was er niks. Dan zat ik de rest van de week in de blokken en de leeshoek. Ik heb de hele bibliotheek uitgelezen. Ik weet niet of het helemaal het originele idee van Maria Montessori was. Maar dat was zeg maar mijn interpretatie ervan. Dus kun jij inhoud op niveau bieden? Nou, zometeen gaan we in op de 7 uitdagingen. Op welke vaardigheden kun je dan aanleren? Nou, je hebt een aantal levenshoudingsonderdelen. Fixed growth mindset, grit, aangeleerd hulpeloosheid en zijn tegenhanger aangeleerd optimisme. En de twice exceptionals, dus de verschillende uitdagingen die leerlingen kunnen hebben.
Maar welke uitdaging zat het nou? Want toen ik die Leonardo scholen ben gaan begeleiden, nou, ik heb in het begin er 20 begeleid, en uiteindelijk heb ik intussen meer dan 300 scholen begeleid, kwam ik eigenlijk elke keer achter dezelfde vragen. Want ik kwam zelf niet uit onderwijs. Weet je, ik word niet gehinderd door enige onderwijskundige opleiding of zo. Mijn hoogste kwalificatie is een mbo sportmassage. Dat is ook belangrijk, maar niet de meest directe aanleiding voor het werk wat ik nu doe. Maar omdat ik een training leren, leren en leren ondernemen had, en die duurde 4 dagen, en binnen de Leonardo Stichting waren ik alle trainingen 1 dag, was ik de enige persoon die terugkwam. Ik kwam 8 dagen over 2 jaar verspreid terug. Dus ik sprak elke 2 maanden sprak ik die docenten die bezig waren met de opleiding op te zetten. En daardoor kreeg ik een rol van een reizende Bart. Ik weet niet of je dat een beetje kent uit de middeleeuwen, zo'n Bart. Die reist van dorp naar dorp en of hij in het ene dorp het verhaal van het andere dorp en dan krijg je te eten. Nou, dat is mijn werk, zeg maar. Ik reis van de ene school naar de andere school en vertel ik op de ene school het verhaal van de andere school en dan krijg ik te eten. En dat werkte eigenlijk ideaal. Want ik was niet vooringenomen met een soort van onderwijsideologie, hoe onderwijs zou moeten zijn. Maar ik kwam gewoon in de praktijk kijken. En zei de ene school van, nou weet je, rekenen op 4 niveaus. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Kijk, zelfstandig werken is een eitje. We zijn al 15 jaar Dalton school, daar hebben we dit en dit voor. En dan kwam ik op de volgende school en die volgende school zei, ja weet je, rekenen op 5 niveaus, dat doen we al jaren, weet je, daar hebben we een coördinator voor. Maar zelfstandig werken, hoe pak je dat aan? Ik zeg, ik weet het ook niet, maar wat zij zeiden was dat ze dit en dit deden en dan gebruikten ze dit formulier bij. Oh, wat gaaf, nou dan gaan we dat proberen. Nou, dan ging ik mijn rondje weer maken en dan kwam ik na 2,5 maand weer terug en zei, dit werkt wel, dit lukt ons niet. Maar daardoor werd ik een soort van lopende good practice bak, zeg maar, van wat op al die verschillende plekken wel en niet werkte. Alleen waar ik achter kwam is dat elke keer dezelfde 7 vragen gesteld werden. En daarom heb ik ook het boek geschreven, 7 uitdagingen, om nou ja, samenvatting van het verhaal te geven. Waar lopen mensen in de praktijk het meeste tegenaan in het proberen te zorgen dat cognitief getalenteerde leerlingen, zoals dat dan met zo'n mooi woord heet, niet goed in de vel zitten, niet goed tot hun recht komen. De eerste is overtuigingen. Als een leerling roept, ik kan gewoon geen rekenen, ik kan gewoon geen spelling, dit lukt me gewoon niet, dan wordt het waarheid. Niet omdat het waar is, want ze zijn fysiologisch wel in staat om het te doen, maar omdat ze zichzelf ervan overtuigd hebben. Ze hebben overtuigingen die dwars zitten in het vermogen om te kunnen leren. Tweede uitdaging is, leerlingen, je kunt leren met je begripsroute, ik snap het, of met je geheugenroute, ik leer het uit mijn hoofd. En omdat een heleboel van die slimme leerlingen ervaren hebben dat ze alles met hun begripsroute kunnen leren en niks uit hun hoofd hoeven te leren, tenminste zeker niet wat ze niet interessant vinden, weten ze niet hoe hun hersenen werken. Ze weten niet hoe hun geheugen werkt. Geheugen, nieuw in de doos, nog nooit gebruikt. Maar ze kunnen ze niks uit hun hoofd leren. Gewoon woordjes, naamvallen, ze weten gewoon niet hoe ze daar moeten pakken. En die spier, want je geheugen is eigenlijk primair een spier eigenlijk, als je dat als metafoor zou willen zien, is gewoon niet getraind, want hij is niet zo vaak gebruikt. Motivatie. Waarom raken hoogbegaafde leerlingen zo snel gedemotiveerd? Zelfstandig werken. Hoe kan het dat een leerling, als ik naast hem sta, wel aan het werk is? Als ik naast hem aan zijn tafeltje ga zitten, dan gaat het fantastisch. Enorm veel vooruitgang. Maar als ik meer dan 1 meter bij hem vandaan heb, dan daalt de productiviteit naar 0. En keer op keer op keer. Wat betekent dat, zelfs als ik maar 16 leerlingen in de klas heb, dat er altijd maar 1 van die 16 aan het werk is, zeg maar. Hoe kan dat? En hoe kunnen we ze leren om het op te lossen? Samenwerken. Volgens een leerling, wat is samenwerken? Zeg je leerling, nou dat betekent dat ik in mijn eentje 9 haal en dan moet ik samenwerken met 2 leerlingen die een 5 halen, want die kunnen zich aan mij optrekken. Dan moet ik 2 keer zo lang werken en dan krijgen we samen 6,5. Dat is samenwerken. Hij was niet erg enthousiast over het concept. En dan mochten ze eens een keer in zo'n plusklas samenwerken met elkaar, ja, de ontwikkelingsgelijken, dus dan zou het helemaal goed komen. Binnen 5 minuten slaande ruzie. En dan kwamen die leerlingen aan en zeiden van, ja, meester, het is echt heel stom, hij kan echt helemaal niet samenwerken. Ik zeg, wat gebeurt er dan? Hij zegt, nou, ik vertel hem wat hij moet doen en hij doet het niet. Dat is zijn beeld van samenwerken. Dus er missen wat vaardigheden. Onder- en overschatting. Dan heeft de leerling een opdracht, zegt hij, oh, die is te makkelijk voor me. Oh, nou, ga een andere opdracht aan, nee, maar die is te moeilijk voor me. Te makkelijk, te moeilijk, te makkelijk, te moeilijk. Nooit zegt die leerling, oh, de perfecte uitdaging voor me. Tenminste, ik weet niet of jij het vaak meegemaakt hebt, maar maak niet heel vaak mee. De leerlingen zeggen alleen bijna nooit, ik vind het te makkelijk of te moeilijk. Maar ze gebruiken het magische woord, het is saai. Dat weten we allemaal collectief, hè. En dat is geen bad will, hè? Weet je, want die overtuigingen die zitten dwars. Maar ik heb een regel in mijn klas. Je mag het woord saai niet gebruiken. Weet je, als ik echt gewoon in het basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs met groepen bezig ben, mag het woord saai niet gebruiken, want daar kan ik niks mee. Een soort van amorfe omschrijving, ik vind het niet zo leuk. Maar wat bedoel je daarmee?
Saai betekent één van drie dingen. Saai kan betekenen, ik vind het te makkelijk. Nou, dan moeten we grotere stappen nemen, dan moet ik minder uit gaan leggen. Saai kan ook betekenen, ik vind het te moeilijk. Nou, dan moeten we kleinere stappen nemen, moet je meer uit gaan leggen. Saai kan ook betekenen, ik vind het niet interessant. Rot voor je, spelling is één van de kerndoelen. Maar hoe anders als je discussie met een leerling zegt, ik vind spelling niet zo interessant. Of een leerling zegt, ik vind spelling te makkelijk. Of ik vind spelling saai. En een van de dingen die ik heel veel tegenkwam bij leerlingen, is dat als ze al die andere dingen opgelost hebben, gaat het soms nog steeds niet goed. Zie je zeker in het middelbaar onderwijs heel veel. En waarom? Ze hebben hiaten. Ze hebben gaten in hun kennis. Het automatiseren van tafels, automatiseren van spellingsregels. Überhaupt, het concept dat grammatica bestaat, is voor sommige leerlingen een soort van verrassing op de middelbare school. Waarom? Ze hebben het nooit nodig gehad. Ze halen toch altijd een 8 of een 9, ook zonder die grammatica regels. Maar het probleem is dan, als je die grammatica regels niet kent en je wilt verder bouwen met Frans, met Duits of wat dan ook, dan is de kans dat het gaat lukken vrijwel niet heel. Dus dit zijn die 7 uitdagingen die ik keer op keer tegenkom. Ik wil eigenlijk even een beetje een beeld hebben, want ik ga nu zo één voor één af om voorbeelden en vooral praktijktips te geven. Hoe kun je dit oplossen? Maar ik wil eigenlijk een beetje hebben, wie zijn jullie eigenlijk? Want dan kan ik, als het veel VO is, kan ik daar meer over vertellen. Of BO of meer zorgbegeleiders of wat dan ook. Wie werkt er primair in het basisonderwijs? Een groot deel. Wie werkt primair in het voortgezet onderwijs? Nou, dat zijn wel redelijk wat. En wie is vooral leerkracht of leraar, docent in het basis- of voortgezet onderwijs? Maakt niet uit. Wie zit er wat meer in directie of schoolleider of teamleider of wat dan ook? Wie zit wat meer in de zorgkant of de coördinatiekant of hoe we dat tegenwoordig allemaal ondersteuningscoördinator namen en zo allemaal hebben? Wie is nog iets anders? Ja, daar hebben we nog een paar van. Ja. Nee, oké, dat heb ik een beetje beeld, maar het is een bijzonder gemêleerd gezelschap. Dus ik ga proberen verschillende kanten te benoemen en dan heb ik aan het einde waarschijnlijk wel even tijd voor vragen. Ik zie een aantal mensen trouwens braaf meeschrijven. De presentaties kan ik nasturen. Achterin zie je een videocamera staan. Deze presentatie wordt ook opgenomen, dus je kunt ook de video nog nakijken of doorsturen naar je collega's. Als je bijvoorbeeld denkt van, dat is misschien voor Pietje of voor Jantje wel interessant. Dan moet je, en dat zal ik zo meteen nog een keer zeggen, aan het einde van de presentatie even naar onze stand toe komen en je badge laten scannen. Als je je badge laat bliepen, dan kunnen we allemaal regelen dat je die dingen allemaal toegestuurd krijgt. Dan stuur ik ook wat boekentips en al dat soort dingen al door. De eerste is overtuigingen. En de belangrijkste overtuiging gaat over hoe werken je hersenen. Er zijn 2 filosofieën over hoe je hersenen kunnen werken. De ene filosofie is de fixed mindset. De fixed mindset is de aanname, je kunt dingen of je kunt dingen niet. Als je niet geboren bent voor wiskunde, dan zul je het nooit kunnen. En als je wel voor geboren bent, dan zal het altijd makkelijk zijn. Dit is de dominante neuropsychologische theorie van ongeveer 40 jaar geleden, dat het zo was. Als je met een bepaald IQ geboren bent, dat is het zeg maar. Daar kun je niks aan doen, kun je weinig aan veranderen. De laatste 15 jaar komt er heel veel onderzoek uit dat intelligentie eigenlijk plastisch is, zoals dat te noemen. Dus dat er eigenlijk juist heel veel ontwikkelingsmogelijkheden in zitten, maar op basis van use it or lose it. Op het moment dat je bepaalde gebieden van je hersenen gebruikt, worden ze sterker en beter. Op het moment dat je ze niet gebruikt, worden ze zwakker. En de tegenhanger van die fixed mindset is een growth mindset. Een growth mindset is de aanname, het maakt niet uit wat ik wel of niet kan. Als ik hard werk en nieuwe strategieën vind, dan kan ik alles leren. En tuurlijk, er is zoiets als talent. En iemand met meer talent leert sneller dan iemand met minder talent. Maar je kunt alles leren. Als je maar je best doet en als je maar nieuwe strategieën zoekt. Nou, wat je ziet is dat een behoorlijke groep hoogbegaafde leerlingen, slimme leerlingen, geneigd is om een fixed mindset te krijgen. En hoe loop je nou een fixed mindset op? Door heel veel feedback te krijgen op talent. Als je iets doet en het lukt en mensen zeggen tegen je, wat ben jij slim dat je dat goed gedaan hebt, dan trek je de conclusie, dan is de reden waarom dat lukte waarschijnlijk dat ik slim ben. Als iemand een opdracht maakt en je zegt, oh, wat goed van je dat het gelukt is, wat heb jij goed je best gedaan, dan trek je ergens uiteindelijk de conclusie, hey, het lukt waarschijnlijk omdat ik er hard aan werk. Nou, wat je ziet is dat wij als cultuur geneigd zijn, als iets goed gaat, te zeggen, wat ben jij slim dat dat gelukt is. En als het fout gaat, is zeggen we, oh, je hebt goed je best gedaan. Nou, een soort van eufemistisch voor, ik kan niet complimenteren op het eindresultaat of talent, dus we doen maar op inzet. Wat blijkt keer op keer uit allerlei onderzoeken, op het moment dat je feedback geeft op inzet, dan ontwikkelt een leerling een growth mindset. Dan wordt een leerling beter in staat om met nieuwe uitdagingen om te gaan. Want het grootste probleem van een fixed mindset is dat iemand uitdagingen uit de weg gaat. Als iets moeilijk lijkt te worden, dan houdt hij ermee op, want straks gaat het mis.
En ik kan het of ik kan het niet. Dus alle nieuwe opdrachten kunnen alleen maar aantonen dat ik het dan waarschijnlijk wel niet zal kunnen. Primaire interventies. Ik ga er twee geven. De eerste is, geef vrijwel alleen maar feedback op inzet en strategie. Probeer zo min mogelijk feedback te geven op talent. En dat lijkt het makkelijkste advies. En je denkt, hoeveel maakt dat uit? Dit maakt het meeste verschil. Als het grootste deel van de feedback die een leerling krijgt in zijn leven gericht is op inzet en strategie, zal hij een growth mindset ontwikkelen, wat ze noemen interne locus of control, waardoor hij veel beter in staat is om met uitdagingen om te gaan. Terwijl als je heel veel feedback krijgt op talent, zal hij meer geneigd zijn om alles buiten zichzelf te leggen. Het lukt mij niet, maar daar kan ik toch niks aan doen. Tweede interventie is, laat leerlingen werkstukken maken over hun favoriete sporter, Nobelprijswinnaar, muzikus, iemand die op een hoog niveau functioneert, wat gekoppeld is aan het hebben van talent. Want wat je dan keer op keer ziet, of we nou een werkstuk maken over Messi of over een Nobelprijswinnaar in de natuur- en scheikunde, zul je keer op keer zien dat die mensen, en dat heeft Malcolm Gladwell onder andere aangetoond, er minimaal 10.000 uur aan intelligente training in hebben zitten. Weet je, Messi kwam niet op een gegeven moment het voetbalveld oprollen en dacht, nu word ik een voetbalgod. Die traint 30 uur per week en dat doet hij al 15 of 20 jaar van zijn leven. Natuurlijk heeft hij talent, maar talent is gekoppeld aan eindeloos trainen. Heel veel inzet en constant nieuwe strategieën uitproberen. Nou, door leerlingen daar werkstuk over te laten maken, wordt dat meer en meer inzichtelijk. En door dan de brug te leggen, cognitief talent werkt niet anders. Het hebben van cognitief talent vereist ook inzet en strategie, begint de mogelijkheid op te leveren dat kinderen er op een andere manier mee om kunnen gaan. De tweede uitdaging is geheugen. Ik had het net al aan, er zijn twee routes. Je hebt de onthoudroute en de begrijproute. En het flauwe van ons onderwijssysteem is dat jij van groep 1 in de basisschool tot en met de tweede of derde klas in de middelbare school een 8 gemiddeld kunt staan op elk van deze routes. Als jij een fantastisch geheugen hebt, kun je tot en met de tweede van de middelbare school een 8 gemiddeld staan. Als jij een fantastisch begripsvermogen hebt, kun je tot de tweede klas van de middelbare school een 8 gemiddeld staan. Alleen om de derde, vierde, vijfde te halen, heb je het allebei nodig. Heb je én begripsvermogen nodig en een geheugen. Alleen, hoe denk je dat het werkt? Dat een leerling 10 jaar lang een 8 gemiddeld krijgt voor zijn leerstrategie. En na 10 jaar zeggen we, oh, die leerstrategie die je al 10 jaar gebruikt, daar kreeg je altijd 10 voor of een 8. Nou, daar gaan we je nu een 2 voor geven. Als je het nou helemaal anders doet, nou, dan komt het vast wel goed. Hoe zou jij erop reageren? Als jij een functioneringsgesprek na 10 jaar te horen krijgt, je moet helemaal anders lesgeven. Je hebt altijd gezegd dat we je een van je beste leerkrachten vinden. Vinden we nu niet meer, we vinden je nu een van de slechtste. Maar als je gewoon je hele lesgeefstijl aanpast, dan komt het weer goed. En het moment dat we die conclusie trekken, is als je 15 bent. Als je optimaal open staat voor de feedback van de volwassenen om je heen. En helemaal open staat voor het veranderen van je hele leerstijl, je leerstrategie, omdat je midden in de puberteit zit. Nee, tuurlijk niet. Je hebt helemaal geen zin in het gezeur. Wat je moet doen is leerlingen leren om allebei de routes te gebruiken. Daar heb je 2 dingen voor nodig. De eerste stap is objectief aantoonbaar maken dat een leerling maar 1 van de routes gebruikt. Hoe doe je dat? Door vragen te stellen die maar met 1 van de routes op te lossen zijn. Inzichtsvragen zijn alleen maar met begripsvermogen op te lossen. Geheugenvragen zijn alleen maar met geheugen op te lossen. Maar wij denken dat met topografie dat bijvoorbeeld opgelost wordt op de basisschool. Maar nee hoor. Want als je de 12 provincies van Nederland hebt, dan kent het kind het al lang, want die heeft het op het jeugdjournaal vaak genoeg voorbij zien komen. Dat is geen geheugenopdracht, dat wist hij al, dat had hij met natuurlijk leren geleerd. Dus ik laat leerlingen het historisch kanon, inclusief jaartallen, uit hun hoofd leren. En sommige leerlingen kunnen dat, die beheersen blijkbaar de geheugenroute al. Sommige leerlingen kunnen dat niet. Nou, zeggen ze, waarom moet ik dit leren? Zeg ik, om je geheugen te leren gebruiken. Ik heb ze de rivieren van Rusland uit hun hoofd laten leren. Waarom moet ik dit leren? Om je geheugen te gebruiken. In middelbaar onderwijs is het probleem dat je gemengde cijfers krijgt. Dit was mijn redding bij Frans. Maar ja, uiteindelijk is het ook mijn grootste probleem geworden. Want bij Frans haalde ik altijd 9,9 voor het leesonderdeel, het luisteronderdeel, alle interpretatievragen. En haalde ik een 1,5 voor de geheugenonderdelen. Maar het gemiddelde was nog steeds een 6,5. Want de begripsonderdelen telden zwaarder mee. Dus ik heb helemaal geen reden om mijn geheugenstrategie aan te passen. Terwijl als ik een cijfer had gehad, dan geef ik VO-scholen nu als advies. Kijk, je hebt een 9,9 voor inzicht en je hebt een 1,5 voor leerwerk. Dan was er echt wel een belletje gaan rinkelen van, oh, hier is iets niet helemaal goed. Dit hoort niet. Dus geef die feedback. Kun jij op dit moment je geheugen gebruiken? En daarna moet je strategie aanbieden. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar een website als lerenisemakkie.nl.
Lerenzemakkie.nl, website vol met allerlei leertips. Middelbaar onderwijs, de boeken Leren als een Speer. Of een boek als Breingeheim, heb je werkboeken bij met allerlei leren lessen. En dan kun je leerlingen leren hun geheugen te gaan laten gebruiken. Maar het is heel belangrijk, en hoe eerder je dat doet, hoe beter. Het is liefst op de basisschool al, maar als je op middelbaar onderwijs zit, begin er in de brugklas al mee. En niet van een softe gedoe, we geven geen cijfers onder een 5,5 tot de herfstvakantie. Want ja, dan denkt de leerling, nou krijg toch een 5,5, dat is toch geen onvoldoende. Weet je, dus zorg dat leerlingen duidelijke feedback krijgen en daarna ondersteuning krijgen om het op te lossen. En hoe eerder, hoe beter. Motivatie. Nou, daar kan ik heel lang over praten, en dat ga ik zo meteen ook 3 kwartier doen. Dus als je na deze presentatie nog een kwartier blijft zitten, dan komt daar nog 3 kwartier over motivatie. Maar om 1 kort onderdeel eruit te halen. Je raakt gemotiveerd van succeservaringen. En wanneer heb je een succesleerervaring? Als je een opdracht krijgt op jouw niveau, die lukt. Maar laten we eens naar die cheetah kijken. Als hij een konijntje vangt, is geen opdracht op niveau, hij lukt wel, maar het is geen leersucces, dus het motiveert niet voor een nieuwe leeractie. Krijgt hij de gazelle, dan is het misschien wel een opdracht op niveau, maar hij lukt niet. Dus is het ook geen leersucces. En dat zie je met die leerlingen in school. 8 jaar lang opdrachten onder niveau, en dan in 1 keer, misschien in jouw plusklas, of op de middelbare school krijgen ze een opdracht op niveau, maar die lukt niet. Dan raken ze gedemotiveerd, uiteindelijk aangeleerd hulpeloos. De uitdaging erin is dus om opdracht te bieden op niveau die lukt. Nou, ik ga zo meteen bij frustratietolerantie daar misschien nog wel een concrete tip bij geven. Maar dat even over motivatie. Zelfstandig werken. 2 problemen. Het ene is het prins of prinses van het universum syndroom. Ja, herken je misschien. Er zijn een aantal leerlingen die hebben de aanname dat zij het middelpunt van de wereld zijn. En dat de wereld om hen draait. En dat is omdat niemand ze ooit uitgelegd heeft dat het niet zo is. En wat is dan het probleem? Leerlingen die draaien op aandacht. Iedereen wil aandacht. Jullie willen ook allemaal graag aandacht. Maar waar kom je achter in het schoolsysteem? Dat de slechtste manier om aandacht te krijgen is hoge cijfers halen en geen problemen veroorzaken. Want dan gaat de docent van probleemgeval naar probleemgeval. En dan krijg jij een docent misschien weken aan een stuk niet te zien. En dat is even heel negatief geschetst. En ik heb veel meer vertrouwen in jullie, want jullie zitten hier, dus jullie zijn erin geïnteresseerd. Maar in grosso modo zie je het grootste deel van de docenten, als er geen problemen zijn, dan krijg je minder aandacht. Maar iemand definieerde hoogbegaafdheid als een maximaal resultaat met een minimum aan middelen. Nou, als ik dan ga zitten en ik ga 5 uur lang leren en ik krijg geen aandacht, of ik geef Pietje een map of ik haal een 2 en ik krijg wel een aandacht. Wat is de meest effectieve strategie? Nou, dan zie je dat leerlingen heel veel secundaire strategieën gaan gebruiken om aandacht te krijgen. En om onder opdrachten uit te komen. Want waarom zou ik een opdracht maken als ik er makkelijk onderuit kwam? Een leerling gaf aan, ik heb mijn werkstuk niet gemaakt, maar dat komt, mijn oma is overleden. Nou oké, dat lijkt een tamelijk valide reden, maar gelukkig was de docent slim genoeg om erbij te zeggen, wanneer was dat? Waarop het antwoord was 3,5 jaar geleden. Ja, waarom zou ik de opdracht maken als ik zoiets kan roepen en ik hoef hem niet te maken? Ideaal toch? Het andere probleem zijn executieve functies. Nou, daar zouden we al een dag over kunnen praten. Maar bijvoorbeeld volgehouden aandacht, emotieregulatie, het organiseren van je werk, organiseren van je tas. En dan zie je dat. Weet je, ik neem best wel veel van deze films op en zet ik op YouTube. Het meest populaire filmpje aller tijden is, hij heeft een IQ van 145, maar hij kan zijn kamer niet opruimen. En zoveel mensen herkenden dat. Maar wat je ziet is dat hoe hoger de intelligentie, hoe lager het zelfreguleringsvermogen. Waarom? Ze hebben het niet nodig. Laten we bijvoorbeeld over volgehouden aandacht hebben. De meeste leerlingen krijgen 1/2 uur aan werk. En dan gaan ze zelfstandig werken. En dan zijn ze 1/2 uur aan het werk. Maar je hebt zo'n aandachtsconcentratietest. Dan ga je zitten vinken. Elke 30 seconden ga je kijken of iemand dan nog geconcentreerd bezig is. Nou, met slimme kinderen zagen we dan patronen dat ze 2,5 minuut lang hard werkten. Gingen ze 10 minuten lang bijkomen van die 2,5 minuut hard werken. Gingen ze nog 1,5 minuut hard werken. Gingen ze 20 minuten bijkomen. En daarna gingen ze een 1/2 minuut iets doen. En dan was het werk af. Maar ze hebben nooit langer dan 2,5 minuut zich hoeven concentreren. Maar daar ben je misschien de basis onder school mee doorgekomen. Misschien zelfs de eerste of de tweede. Maar dan kom je bij de docent die gewoon 40 minuten lang tegen je aan zit te praten. En vervolgens zegt, staat niet in je boek, komt wel op je proefwerk terug. Hopeloos. Want je hebt nog nooit langer dan 2,5 minuut geconcentreerd. Maar je hebt een nieuwe toptijd gehaald, want je hebt je 4 minuten geconcentreerd. En daarna begin je pas irritant gedrag te vertonen. Tenminste, zo omschrijft de leerkracht het dan. En die wordt chagrijnig, terwijl jij je nieuwe record gehaald hebt. Ja.
Ze missen echt die functie, moet je ze aanleren. Moet ze echt gaan trainen en dan kun je bijvoorbeeld, zal ik naast je het boek Slim Maar voor gebruiken. Of executieve functies bij kinderen, zwakke executieve functies bij kinderen en adolescenten. Een van de betere titels aller tijden. Boeken van Dawson en Gray, die gaan heel specifiek over die executieve functies en hoe je ze aan kunt leren. Samenwerken, nou, ik heb het net eigenlijk al een beetje gezegd natuurlijk. Het grote probleem is, het is niet functioneel. Ze hebben er niks aan. Ik ga alleen maar samenwerken met mensen als ik iets aan heb. Als ik een kloon van mezelf zou kunnen vinden die precies hetzelfde weet als ik, maar minder intelligent is. Waarom zou ik ermee gaan samenwerken? Daar heb ik niks aan. Maar ja, zo ziet wel het leven van de gemiddelde leerling eruit. Want ze hebben allemaal dezelfde kennis, dezelfde vaardigheden, dezelfde resources. Alleen de ene is slimmer dan de ander. Nou, dat is de slimste in het nadeel en de domste is in het voordeel. Even heel gechargeerd gezegd. Maar maak samenwerken functioneel. Gisteren was een gesprek, daar zijn ze onderzoek naar aan het doen. Dat je zegt, wat nou als je een groep in vieren verdeelt. En we noemen het International Space Station voor het onderwerp. En jullie gaan kijken hoe je er komt. Jullie gaan kijken hoe het ding gebouwd is. Jullie gaan kijken naar diplomatieke situaties rondom hoe dat ding nou georganiseerd is. En jullie gaan kijken naar het toekomstperspectief wat we in de toekomst ermee gaan doen. En vervolgens, na 3 weken lang elk van die groepen expert te laten worden in die onderwerpen, zeggen we, nu gaan we de echte groepjes samenstellen. Uit groepje A, B, C en D, die 4 mensen worden samen 1 groepje. En dat groepje moet samen een werkstuk maken. Alle bronnen halen we weg, alle boeken die jullie gehad hebben. Nu heb je alleen maar 3 experts om je heen zitten. Nou, zelfs met een IQ van 170 heb je nog steeds die informatie in je hoofd van anderen nodig. En moet je daar in gezamenlijkheid uitkomen. Nu is samenwerken functioneel. Want ik werk ook samen met advocaten, die minder intelligent zijn dan ik misschien. Maar ze hebben informatie die ik nodig heb. Dus ik moet met hun samenwerken op de manier dat zij mij die informatie willen geven. Nou, dat is functioneel samenwerken. En reflecteer op de vaardigheid van het samenwerken, want dat wordt dan de volgende stap. Empathisch luisteren, besluitvorming, elkaar in je waarde laten, compromis sluiten. Dat zijn allemaal belangrijke vaardigheden. En de aanname die in het onderwijssysteem lijkt te zitten is, als we die leerlingen gewoon maar 1200 uur laten samenwerken, dan kunnen we het wel. Zonder daar specifieke reflectie op te geven. Tuurlijk, een aantal scholen doen dat wel, die zien ook een veel hoger rendement erin. Maak samenwerken functioneel en reflecteer er actief op en ga werken aan die vaardigheden. Onder- en overschatting. Nou, ik heb net al aangegeven, hè? Te makkelijk, te moeilijk. Wanneer kom je bij die perfecte uitdaging? De kern van het probleem is dat de leerlingen een gebrekkige frustratietolerantie hebben. En frustratietolerantie is er tolerant voor zijn dat een opdracht misschien moeilijker is, dat een moeilijke opdracht de moeite waard is. Dat zelfs alle opdrachten die je meteen in kunt vullen misschien helemaal niet de moeite waard zijn. En hoe komt dat? Ik ben op een gegeven moment naar Amerika toe geweest om ook daar te kijken. Hoe werkt hoogbegaafd onderwijs en dat soort dingen? Ben ik bij een wiskundedocent terechtgekomen. En die zei, het grootste probleem van deze tijd zijn dit soort dingen. En hij gooit een van de wiskundeboek echt demonstratief de vuilnisbak in. Tamelijk dramatisch type. Maar goed, hij zegt, het probleem is dit sesamstraat wiskunde. Want we tekenen er allemaal blij clowntjes bij en zo. En als een opdracht meer dan 2 minuten denktijd van een leerling vereist, dan wordt de opdracht opgedeeld in A, B, C, D, E, F en G. Maar daarmee leren we dus leerlingen dat elke conclusie binnen 2 minuten te trekken is. En hij zegt, mijn stelling is dat als een conclusie binnen 2 minuten te trekken is, dan was de vraag niet de moeite waard. Maar we moeten dus mensen leren om dat te doen. Dus hij zegt, kijk, copyright 1957, het wiskundeboek, formule van kaft tot kaft. En nu ligt de taak bij ons, want nu delegeren we vaak de taak aan het boek. Het boek moet het kind leren rekenen of wiskunde leren. Nee, die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Het boek levert het probleem aan en wij moeten samen uit gaan vinden hoe we met die problemen om kunnen gaan. En als ze dan een kwartier over na moeten denken, dan voorspel ik dat. Jongens, hier ga je waarschijnlijk een kwartier misschien wel 1/2 uur over na moeten denken. En dan gaan we trainen tot je dat kunt. Want de eerste keer geef je het na 5 minuten op en denk je, het lukt me toch niet. Fixed mindset. Nee, harder en langer proberen. Hoe train je frustratietolerantie? Door opdrachten aan de grens van je zone van naaste ontwikkeling te geven. Nou, in de ideale variant heb je een perfect adaptieve leerlijn, zodat je precies op het niveau van de kinderen les geeft. Dat zal de meeste mensen niet gaan lukken. Wat je wel kunt doen, is naar de Albert Heijn gaan en Sudoku boekjes 1 ster 1 tot en met 5 halen. En op het moment dat de Sudoku binnen 5 minuten op te lossen is, ga je eentje moeilijker. Net zo lang tot je er ongeveer een kwartier voor nodig hebt. Nou, dan geef je er daar 2 van mee als huiswerk. En zo train je frustratietolerantie, langer over het probleem nadenken. Wat wel belangrijk is dat ze afgemaakt moeten worden. Want ik heb op een gegeven moment zo'n boek in de kast zien liggen waarbij alle Sudoku's tot de helft gemaakt waren. De makkelijke helft, dan gingen we naar de volgende. 2 halve is toch ook een hele meester? Nou, dat is niet helemaal hetzelfde.
En hiaten. Heel veel leerlingen hebben hiaten. In het basisonderwijs is het belangrijk om een aantal vaardigheden, dan kan ik er twee specifiek uithalen, drie. Eén is geheugen. Geef elke maand een opdracht die alleen met het geheugen op te lossen is. Elke maand. Want ik heb nog geen enkele school gezien die één eenmalige interventie kon doen waarmee het geheugenprobleem permanent opgelost is. Het is iets wat je doorgaand moet blijven doen. Als die geheugenopdracht niet lukt, dan krijg je in je weektaak er gewoon extra werk bij. Dan krijg je geheugenopdrachten om het te trainen. Hetzelfde geldt voor spelling en geldt voor geautomatiseerde rekenopdrachten. En hoe doe je dat? Door een beperkte hoeveelheid tijd te geven. Doe deze 100 sommen in een beperkt aantal minuten. Want het probleem is dat we nu voor die dyscalculieleerling extra tijd inruimen, maar dat mag dan iedereen. En dan zie je die leerling onder tafel op zijn vingers alles narekenen. En als je hem 20 seconden per som geeft, dan heeft hij daar voldoende tijd voor. Maar als je maar 6 seconden per som geeft, dan moet hij het geautomatiseerd hebben. Want als hij het niet geautomatiseerd heeft, krijgt hij het som nooit op tijd af. En veel van die oefenprogramma's online kun je ook instellen. En die staan standaard op 20 seconden. Die moet je op 8 seconden instellen. Nou, dan bij 20 seconden zijn er allemaal groene balkjes. En als je hem op 8 seconden zet, hoort het allemaal rode balkjes. Nou, dan moet je eerst het kind knuffelen en aaien, want dan gaat hij huilen en zo. Het is helemaal verdrietig. En als hij dan van de schok bekomen is, dan zeg je daarna, nou, nu gaan we inzet en strategie. Kijken hoe jij je best kunt gaan doen en nieuwe aanpakken kunnen verzinnen. Spelling hetzelfde. Elke maand alle belangrijke regels die je tot nu toe gehad hebt, in een kort testje, in een korte tijd laten uitproberen. Als het lukt, geen probleem, gaan we verder. Als het niet lukt, krijg je een aantal oefenopdrachten voor in je weektaak. In middelbaar onderwijs zou ik je aanraden om aan het begin van elk jaar basiskennis te toetsen. Welke kennis verwacht je dat leerlingen tot nu toe hebben? Begin daarmee in de eerste klas, want leerlingen komen met een hiaten jouw school binnen. Sterker nog, veel VO-scholen kunnen een kaart van basisscholen in de omgeving tekenen. Als je daar vandaan komt, dan is je spelling, heb je deze regels niet gehad. En als je daar vandaan komt, dan zijn je breukenregenvaardigheden onder maat. En dat is oké, en in de ideale wereld zou BO en VO met elkaar communiceren en zou je dat met elkaar bespreken. Maar goed, zolang dat niet gebeurt, dan ga je dat voor jezelf proberen op te lossen door in ieder geval een hiatentest aan het begin van het jaar te doen. Om te kijken, heb je die vaardigheden zo niet, dan los ik het voor je op. Want dan geven wij bijles of dan doen we het in de klas iets aan. Of wij kunnen het niet oplossen. Nou, dan geven we een briefje mee aan de ouders. Uw kind, u heeft u aangemeld bij deze school, maar wij hebben deze en deze basisvaardigheden nodig voordat wij verder kunnen. Dus geef dit kind alsjeblieft bijles. Wij kunnen het voor u regelen. We hebben nog een 5 VWO die graag voor 8 euro per uur een prachtig bijbaantje wil hebben. Fantastische oplossing. Kinderen allemaal geholpen. En dan kun je verder. En dat doe je aan het begin van elk jaar, maar minimaal aan het begin van de eerste en aan het begin van de vierde. Want dat zijn de punten dat er meestal met de meeste leerlingen met de meeste hiaten binnenkomen. En als je dat dan oplost, dan heeft een kind de structurele kans om voldoende te halen. Nou, dit zijn die 7 uitdagingen met een aantal concrete tips over hoe je ermee om kunt gaan. Weer naar die verschillende kanten kijken. Hè. Ik heb nu vooral tips gegeven vanuit NOVO en VO op niveau. Vanuit wat kun je nou doen binnen het reguliere onderwijs om aanpassingen te doen. Want hiermee kun je leerlingen die levenshouding meegeven. Je kunt ze die vaardigheden meegeven, waardoor de kans een stuk groter is dat ze gewoon op een normale manier door het schoolsysteem heen komen. In plaats van dat ze naar een middelbare school toegestuurd worden, vol met hiaten, met gebrekkige geheugenvaardigheden, niet het vermogen om door te zetten. En dat ze vervolgens te horen krijgen dat ze dom zijn, want ze halen geen hoge cijfers op het ateneum. Dan worden ze naar de HAVO toegestuurd. Nou, dan worden ze nog dommer uitgemaakt, want het statistisch is, op het VWO is het 60% inzicht, 40% geheugen. En doordat je geheugen niet goed genoeg is, word je naar de HAVO gestuurd, krijg je 75% geheugen, 60% geheugen, 40% inzicht. Haal je daarom voldoende, word je naar het VMBO toegestuurd, waar alleen maar je geheugen gevraagd wordt. Dus je cijfers gaan alleen maar naar beneden. Je krijgt elke keer te horen dat je dom bent. Nou, tegen de tijd dat je VMBO zit, geloof je dat ook. Nou, dat zijn die leerlingen die dan helaas bij ons bij Phoenix uitkomen. Die dan 2 of 3 scholen versleten hebben. En dus al lang niet meer geloven dat ze kunnen leren. Terwijl het allemaal, voor een groot deel voorkomen had kunnen worden als dit soort vaardigheden meegegeven worden. En nou ja, goed, de vraag is natuurlijk, geldt dat alleen maar voor reguliere leerlingen? Nee, dat geldt voor alle leerlingen. Weet je, ik werd origineel alleen maar door de HB-afdelingen uitgenodigd, maar daarna zei ze, nee, kun je dit reguliere VMBO-team ook trainen? En kun je bij het HAVO-team dit ook vertellen? Bij het VMBO-team kunnen ze het ook gebruiken. Want dit zijn algemene leeruitdagingen. En we zitten echt met een uitdagende tijd. Leerlingen zijn aan het veranderen. TV's, computers zorgen ervoor dat leerlingen met andere vaardigheden, sommige meer, sommige minder binnenkomen. Andere kennis, sommige meer, sommige minder. Maar daar moeten we iets mee gaan doen. En ik denk dat wij onze taak moeten maken als begeleiders om leerlingen daarmee te helpen. We kunnen wel zeggen dat de leerlingen kapot zijn, maar dan gaan er alleen maar meer kapotte leerlingen bij je komen. We kunnen ook kijken van, hé, hoe kunnen wij onze taak doorontwikkelen? We zijn geen lesmethode boeren meer.
die gewoon alleen maar leerlingen van bladzijde 1 tot bladzijde 50 door moeten begeleiden. Maar ik denk dat we een stuk pedagogiek en didactische vaardigheidsbegeleiding mee moeten gaan geven. En op het moment dat we dat doen, dan kunnen we kinderen sterker maken. En dan met een scherpere bijl kunnen we de bomen om gaan hakken die het onderwijs van ons vraagt. Maar dan kunnen kinderen veel beter voorbereid naar het middelbaar onderwijs toe gaan. En daarna naar de universiteit, want daar begint het hele feest weer opnieuw. En daarna naar een baan toe. Dus ik hoop dat ik jullie in ieder geval wat dingen mee heb kunnen geven. Praktisch gezien, onze stand is 08D058. Ik zal zo meteen vertellen hoe je er komt. En er staat ook iemand buiten om met jullie mee te lopen om daar te komen. Zorg dat je je best laat scannen, zeker als je een presentatie wil hebben en of nog extra een beleidsplan of dat soort voorbeelden, die kunnen we je allemaal toesturen. Kijk, het belangrijkste is een plek voor talent en talent op zijn plek en dat je het beste naar boven brengt in jezelf en in elkaar. Hoe ga je er komen? De kaart, oh, het is echt lekker duidelijk, zo ziet onze stand eruit. Nee, ik zult er echt naartoe moeten gaan. De tips in ieder geval, als je zo meteen de deur uitloopt, loop je rechtdoor tot je tegen een rode pritstift aanloopt, een hele grote, voor de pritstift naar rechts. En dan kom je bij de AOB uit en dan staat de AOB rechts en dan zie je ons links. Maar goed, nogmaals, iemand staat buiten om waarschijnlijk met jullie mee te lopen. Mocht je dit soort verhaal echt interessant vinden, blijf een kwartier zitten. Dan kun je over een kwartier het motivatieverhaal ook nog horen. En anders wens ik je nog een hele fijne NOT-dag en heel veel leerzame momenten. Dank jullie wel.